Foi, fubá. Mongol boi, toch? Ja. Waar zie ik jouw kanaal niet tussen staan? Mark for you. Ik zie, oh ja, hier. Ik was toch geabonneerd op je? Ja, maar wat ik niet snap, jongen. Je hebt maar twee kijkers, dan ben ik en dan ben jij. Ja, op mijn mobiel. Hey jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe stream. Mijn naam is Mark Kooijmans. We gaan vandaag lekker klooien in de stream. Klooien in de stream, wat zeg ik nou? We gaan lekker kloten in GTA Free Roam. En we gaan ook de nieuwe heist dingen doen. En vervolgens gaan we ook nog misschien eventueel racen. Moeten we even kijken. Yo Dion. Oh ja, en ik ben samen met Just Friends. Zeker, hallo allemaal. Een goede vriend van mij, / YouTuber, / streamer. Hij streamt niet zo vaak, maar heel af en toe. Ik ben vooral heel veel actief op YouTube met mijn vlogs. Ja, als je uitroepteken vriend in toets, dan krijg je de link van de uitlegvideo van wat hij heeft qua beperkingen. En een klein beetje komt er ook overeen wat ik heb. Ja. Dus bij deze, als je, Dion, als je uitroepteken vriend in toets, dan krijg je de link in beeld te zien van jouw YouTube link. Cool. Frank, ik zie het, ja. En als je hetzelfde doet, maar dan YouTube, komt mijn YouTube kanaal. En als je hetzelfde doet met Discord, komt mijn Discord kanaal. En ook met hetzelfde als je Insta, uitroepteken Insta doet, dan kom je bij mijn Instagram. En ik moet nog wat dingen aanpassen. Ik weet niet of Dion dat ook kan doen, de automod. Of ik weet niet of jij daar iets van weet. Ja, nee, ik weet niet hoe dat werkt. Want elke keer als iemand hoe intoetst, dan ziet hij als niet toegestaande woord of zo. Goed. Oh ja, en deze knapperd ben ik. Ja, mijn online sessie deed het weer niet. Klote GTA. Dus ik kom even naar je privé sessie toe, dat je dat weet. Ja, je kunt nou mijn joinen. Eens even kijken of ik aan het rad kan draaien. Ja. Ja, ik kan aan het rad draaien, jee. Maar ik vind die auto die op het podium staat, vind ik niet zo geweldig. Ik hoop niet dat ik de auto win, namelijk. En dan meestal, als ik dat hoop om niet te winnen, dan win ik meestal de auto. En altijd mijn dagelijkse gratis chips halen. Hmm.
Mark. Ja? Als ik mijn webcam van mijn laptop aan kan doen, kan je mij dan ook in je livestream krijgen met mijn gezicht? Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Oké. Dan zou ik dat moeten uitzoeken. Ja. Ja. Ik denk dat dit beter is. Kun jij ook eventueel een keer uitzoeken en dan zoek ik dat ook even uit, dan kunnen we dat spluizen. Ik heb een mystery item gevonden, ik weet niet meer precies wat het was. Oh ja, een leuk feitje. Als je dicht bij de kerstboom staat, hoor je kerstmuziek, maar dan moet je wel de muziek aan hebben staan. Ik heb dat niet. Ik heb de radio geluid uitstaan vanwege auteursrechten. Hij zou ik dat even doen ook. Oh, iemand heeft waarschijnlijk mijn auto gesloopt. Is dat online? Oh, zie ik mijn auto staat hier. Territorial. Mos Mutual. Ik ben bij het casino. Oh shit. Kijk of ik hier in sessie zit. Nee, ik zit niet in sessie. Oh, natuurlijk. Ik heb een keer vliegtuig. Ik zou mijn auto eens eventjes bellen. Kom maar naar het casino toe. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's coming at you. Pak ik TTL Italië GTO. Ah, dat kan, maakt niet uit. Dat is ook een mooie auto. Ik had namelijk die andere Italië gepakt. Mooi gepimpt. Ah, deze heb ik ook. Die ziet er ook nice uit. Oh, wat is dit? Hij leeft nog ook nog. Dat noem ik talent. Zou ik jou eens even inviten? Ja, ik ga even naar het casino even proberen die auto te winnen. Ja, dat kun je zo meteen ook bij mij doen, hè? Ja, maar dan moet ik er weer opnieuw naartoe rijden. Ik ben er nu bijna. Oké. Ik heb je in ieder geval een invite gestuurd. Ja. Secure serve accepteren. Hoppakee, even services. De Kosaka roepen. Oké. Ondertussen kan ik. Ik hoop niet dat ik wegglij. Dat is aan de apengaar. Oh, een paaltje. Een lantaarnpaal stoplicht. Wat het ook mag zijn. Hoppakee. Even naar de music store. Ik moet even naar de muziekwinkel, Dion. Is goed. Wow. Doe wat je niet later kan, jongen. Oh, dan gaan we allebei naakt voor de webcam zetten, Neo Geintje. Ja, oké. Gek, jongen. Woehoe. Wat betekent dat muzieknootje wat je op de map zet? Dat is de muziekklokker. Ah, oké. Oorlog! Fuck jou. Jullie popo's. Nee, eventjes achterom lopen. Joehoe! Hoppa, joejoe! Mijn tas, huppakee. Oh, dikke auto die hier staat, jongen. Ik vind het zo jammer dat je niemand in het casino neer kan slaan. Dat is echt een shame. Hoe bedoel je? Mm.
Oké, wat gebeurde er? Huppakee. Jojo, maar die auto die is niet zo goed hoor. Die op het podium staat. Hoe niet, dus nog gaat zijn auto. Oh ja, en voor degene die voor de update geen opslagplaats meer heeft. Oh, domme, 20.000 chips, 20.000 ja. GTA cash, wat heb ik daaraan? Oh, kak, muurtje. Eventjes ter informatie voor degene die voor de nieuwe update geen nieuwe appartementen of garages bij kon kopen om je auto's in op te slaan. Het is goed nieuws. Er zijn namelijk twee plekken bij vrijgekomen. Waardoor je nu wel een nieuwe plek, garages en zo bij kan kopen. Ik ga even de jackpot winnen. Ik heb 200.000 GTA kort chips in het casino. Ja, ik heb wel eens een keer de jackpot gewonnen van 1,2 miljoen. Ja, ik ga de slot even proberen. Yay! Ik heb mijn missie voltooid. En ik heb er een shirtje gekregen. Oeh. Maar jij bent nog niet bij mij in de sessie. Nee, klopt. Dat is misschien heel handig om te komen. Ja, komt goed. Ah, bijna 3 belletjes. Oké. Okay. Ja. Hoppakee. Ja, lekker. Ik weet niet wat lekker is hoor. Nee, ik voel of ik een gekookt ei wou. Oh, lekker, doe mijn ook. Ja, grappig. Ik moet zo even lunchen als het eten klaar is. Maar dat doe je, mag je gewoon op je kamer doen, toch? Ja, ik denk het ook. Dat moet ik even overleggen. Maar ik weet zo niet. Misschien vind ik het zo wel gezellig als ik even bij moet zitten. Maar ik zou even overleggen of ik mijn kamer mag eten. Hoppakee. Hoppakee. Wow. Wow! Het is een beetje glad hier in Los Santos. Vind je ook niet, Dion? Ja, zeker. Ze zijn vergeten de wegen schoon te maken en te strooien. En gisteren had Chromo een race gedaan voor mijn, die ik gemaakt had. Oh, cool. Want die had ik in de playlist gestopt. En dat is bijna. Het is nog wel net te doen met sneeuw. Maar niet alle races zijn nou te doen met sneeuw, namelijk. Oké. En sneeuw zou denk ik tot na de kerst er zijn. En daarna met de jaarwisseling nog eventjes misschien. Het is ieder jaar hetzelfde liedje. Toe, jongen. Naar je toe. Okay. Terwijl je aan het joinen bent, kun je het even overleggen. Ja, dat is een goed idee, ja. Hoppakee. Oh, ah, kak, 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 kak. Zou ik even hier Dion is gejoind? Moet dan. Zo, gang het. Ja? Mark, het is geregeld. Ik mag op mijn kamer eten, maar 2:30 vanmiddag moet ik even stoppen.
Ja. Dan moet ik even naar mijn werk toe fietsen om dat op te halen. Oh, geen probleem hoor. Denk ook niet dat we zo lang bezig zijn. Nee, oké. Okay. Ik zit in je server, jongen. Ja, wacht even. En je bent dood. Hoe ga je zelf dood? Sorry, hoor. Gang attack. Oh. Laat ze wel even. Ik moet er namelijk nog even 21 killen. Nee! Auw, ik ben weer dood. Gang attack. Not cool. Go do your music store. Nou, daar moet ik naartoe. Daar ga ik dan maar naartoe, hè. Ja, als je daar al een keer geweest bent, dan kun je pas die onderzeeën kopen. Ja, weet ik hoor. Met onderzeeën heb ik al, maar ik moet nu een missie doen. Oké. Okay. Gratis chips voor het casino. Hoe durf je op mij te schieten, jongens? Take out the enemies. What the fuck? Oh, ik heb nou maar één kijker, dat ben ik waarschijnlijk. Ja. Heb je hem uitgezet? Ik heb hem op standby gezet, het kost heel veel batterij anders. Ik heb hem aan een snoertje liggen. Ja, ik heb, ja, dat kan ik niet, ik zit niet bij een stopcontact in de buurt. Je kunt ook in je laptop pluggen, hè? Ja, weet ik, maar dat werkt niet bij mij. Ik moet nog 14 enemies killen. Inventory, body armor, up. Here I come. Ja, ik kom eraan, jongen. Misschien moet ik gewoon even deze. Nog 11. Waar mijn auto vandaan? Huppakee. Ah! Het is zo lastig als je dan een beetje omsingeld wordt. En dan niet weet waar ze vandaan komen. Dion. Ja, wacht even. Moet even concentreren, jongen. De dieven gaan er vandoor. De dieven gaan er vandoor, jezus. Bel de politie. Die moet ik even omleggen. Godverd... Ik zou je zo even een invite sturen van mijn CEO. Ze gillen als een meisje hier. Echt, hè? Die NPC'tjes.
Inventory, body armor. Misschien even een andere wapen. Joejoe. Kom. Kom tevoorschijn. Je mietjes komen niet tevoorschijn. Er zit er eentje bij mijn auto. Bij mijn auto is daar. Vallen en opstaan kom je er wel. Wacht even. Kom maar tevoorschijn, mafkees. Oh. Gang attack pastors. Nou, stel 7 headshots. Niks man. Pik. Geen haas, ik doe niks. Ik heb hier net even een gang attack weggejaagd. Services, Cotsata, dingy. Stuur mij even een dingy. Er komt trouwens nog een nieuwe boot bij. Die lijkt op de dingy, maar dan met een geweer erbij. Dion. En wat? Er komt een nieuwe boot erbij. En top. Die lijkt op de dingy, maar er zit dan nog een geweer erbij op. Netje man. Ik zou je even inviten voor mijn CEO. Ja, doe maar. Zo, je hebt een invite voor mijn CEO. Top. Wat is een poolwatch? Huh? Wat? Oh nee, oh shoot, nee, laat maar, laat maar. Zo.
Eigenlijk hoort het, is dit zo, mijn outfitje met de capuchon op. Ik ben de nieuwe capuchon. Ofwel de nieuwe arrow. Die werd ook altijd de capuchon genoemd. De capuchon. Invite Dion XXL Cool. Nou, ik weet niet of die XXL cool is, maar ja. Hij noemt zich gezellig. Ja, nou, maar zeker wel XXL cool. Alleen niet XXL formaat. Ik heb je een invite tot mijn dingen gestuurd. Ja, ik accepteer hem. Van mijn onderzeeër. Mijn prachtige onderzeeër. Ik zit al alleen een beetje onder de bloed, maar goed. Ja, ik ook. Zo. Want, even kijken. Wat krijg ik nou? Oh. Krijg met je speeltje spelen hoor. Nou, laat hem maar op de plek staan. Want ik ook. We gaan namelijk eventjes kijken. Die Instra. Oh, dit is Drive. Wacht, sorry, vergissing. We moeten nog één boltcutter vinden, Dion. Ja. En nog twee card kleding. Bewakers outfit. Oké, dan gaan we dat nu doen. Dan gaan we die eiland even nog daarop scoopen, want verder hebben we alles al. Hoe kan ik nu opeens een masker op hebben? Omdat je waarschijnlijk in het water bent. Omdat je achter het stuur hebt gezeten van mijn onderzeeër. Volg me. We gaan met mijn helikopter. Helikopter. Mooi rood is niet lelijk. Er kan maar twee mannen in deze. Stappen maat. Dan vliegen we zo de onderzeeër uit. De mini facility is dit eigenlijk een beetje. Ja, klopt, ik weet. Mijn auto staat hier aan de strand. Het is een beetje mistig. Wie heeft hier de mistmachine aangezet? Ik. Dat moet toch wat doen, hè? Nou, het is niet de bedoeling dat de mistmachine aangezet wordt. Want voor je het weet vliegen we zo tegen een berg aan of tegen een gebouw aan. Wat zijn sound alerts? Wat zijn dat? Wat? Als het goed is heb je gisteren 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, allerlei verschillende armors van gekregen, van 10 stuks. Ja, ik wel, ja. Ik ook. Jouw stream wordt in ieder geval goed bekeken voor iemand met 50 volgers. Ik heb al meer dan 50 volgers. Ja, 53, maar je stream wordt slecht bekeken, jongen. Ja. Ik laat het gewoon op de loop en mensen mogen kijken, maar het is ook nog vroeg, hè? Het is nog vroeg op de dag, dus. Ja, oké. Ik heb wel eens vroeg in de ochtend gestreamd en toen had ik ook geen kijken. Zo. We gaan op vakantie! Jongens, we gaan op vakantie! Met je vakantie dan? We gaan scoopen. Dit is ons vakantieeiland. Nou, die moeten we nog overnemen. Die heb ik al een keer overgenomen, want ik kan al in Free Roam gewoon naar dat party gedeelte. Waarom heb ik zo'n leren jackie aan? Nou, loop jij voor. Oké, get over there. Bring it soon. Go on.
Hoppakee. Ik ga gewoon mijn eigen stijl aantrekken, hoor. Zo. Pak een voertuig en ga plekken afzoeken. Dus alle, het hele eiland. Dus dan zie je verschillende kratjes staan of dergelijke. En je moet uit het zicht van de camera's blijven. En mag ik dan die motor? Er staat bij het strand toch een motor ergens. Cool. Maar je moet dadelijk toch ergens een keer van het voertuig af. Dus, oh. Dus echt alle plekken. Wat, ben je achterop? Dat kan niet. We moeten even uit elkaar gaan, want we moeten echt scoopen dat eiland. Want dus, je ziet allerlei dingetjes staan. En probeer niet te vaak gepakt te worden, want anders worden we de zee ingedropt. Nee. Worden we van het eiland afgegooid. Want hier had ik al zo'n botte. Oh, hier staat ook nog een motor, Dion. Waar ik ben. En pas op voor de camera's. En van de bewakertjes. Ja. Ik zet de motortje even hier neer. Dan kan ik eventjes... sluipschuppersacties doen. Kan ik even hier dicht een beetje bij de toren... En je moet dan een foto maken van de dingen die je ziet. En dan, die moet je dan naar Baffel sturen. Waar moet je koepen dan? Het hele eiland. Er zijn allerlei plekken. Noord, zuid, oost. Wiet. Ga naar het wietgedeelte. Wiet. Waar staat mijn motortje nou weer? Oh, hier. Oh, jij gaat naar die haven. Ja. Goed, scoot daar zo goed mogelijk, ja. Maar blijf uit het zicht. Dan ga ik eventjes... Ook hulp gepakt. Ja, dat zie ik. Jij ook? Nee, ik ben niet opgepakt. Daarom is het handig om met ze gespreid te doen. En als er dan cent op Paffel bij staat, dan betekent dat je iets gevonden hebt. Oh ja, om de zoveel tijd komt er ook een helikopter de lucht in. Huh? Dat betekent dat je ergens onder moet duiken. Oh, even proberen. Weet je wat chill zou zijn? Als je... Wat ik probeer... om het dak van die partygedeelte op te rijden met de motor. Maar dat lukt niet. Hier ligt niks bijzonders. Wat doet hier een kerk of op het eiland? Ja, dat weet ik ook niet. Oh shit.
Damir. Nummer 1355. Bedankt voor het volg. Je mag gerust meedoen. Ik ga eerste kerstdag rond 1 uur trouwens racen. Dan gaan we een speciale kerstraces doen. Nou, niet echt speciale kerstraces. Misschien wel, misschien niet. Moeten we even uitzoeken. Ten eerste moet ik even kijken. Even wachten tot die auto voorbij is. De motor dekt me wel een beetje in. Oh. Even wachten tot die bewakertje de andere kant op kijkt. Want ik vermoed dat hier bij de grenspost iets zit. Wat? Op wat speel je? PC? Joris 12, bedankt voor de follow. Leuk dat je kijkt. Zeker, leuk dat jullie kijken, ja. Oh shit, ik ben gedetecteerd door de camera. Oeh, dat doet pijn in mijn maag. Wat gastvriendelijk zijn ze hier, hè? Echt, hè? Zo sociaal altijd. Ik speel op de PC. En we spelen GTA 5. Ja, ik speel het ook op de PC. Hey Mark, jij ook hier? Ja, ik ben ook hierheen geschopt. Hey, er staan hier twee motors. Ja, ik zag het, ja. Maar, eentje valt om. En natuurlijk die moet ik... Ik ga hier even een foto van maken. Waarvan? Er zit een wietplantage hier waar ik nu sta. Ja, maar dat hebben we al... Alles wat je op de map ziet, is al gefotografeerd. Oh, zeg dat dan gelijk. Je moet dingen... soortgelijke opslagplaatsen vinden. En waar staat hier een motor dan, jongen? Waar ik net was, bij de elektriciteitsgedeelte. Kijk, van dit soort plekjes, als je op mijn stream kijkt, daar moet je een foto van maken. Want hetzelfde geld is er iets wat nodig is. Cool. En we moeten er nog twee kleding vinden en één botcutter. Dus, YOLO! We gaan eventjes YOLO'en. Nee, niet echt letterlijk YOLO'en. En wij spelen momenteel GTA 5. Maar dat zagen jullie al als je de stream aanklikt. Nou, we zijn even het eiland nogmaals even goed aan het scoopen, want we misten nog een paar dingetjes die we niet gevonden hadden. Laten we maar niet gepakt te worden. Ik wil niet gepakt worden. Auw. Body armor. Hup, hup. Oh shit, ik ben gepakt. Sorry jongens. Ik ben gepakt. Ah. Maar kun je toch ook netjes vragen hoe ik daar weg wil gaan? Echt waar. Wat een sukkels hier. Ze vragen niet eens. Wil je alsjeblieft weggaan hier? In shame. Even een nieuwe motor pakken, jongens. Ze hebben hier ook zonnepanelen. Ja, die motor valt ook echt altijd, hè. Ik
Ik ga het toch heel even hier. Hé, hey, ik heb hier wat gevonden. Ik heb mijn beeld niet geweest. Oh, kut. Niet interessant. Oké. Okay. Hey Spijkerbroek NL, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik ben samen hier met een goede vriend van mij, Dion. Yep. Ofwel Just Hoi. Friends. Ik ben er nu ook zat ook. Ik ga gewoon vol door de camera's. Nee hoor. Dat laten we maar niet doen. Okay. Even een bergje in. Oh, boompje. Ik ben ergens in een museum nu of zo. Je bent redelijk vroeg live. Hier, ik zie een kluis. Ben je camerabeelden aan het bekijken? Ja. Ja, maar die hebben we ook allemaal al gehad. Ja, ene keer ben ik vroeg, ene keer ben ik laat. En andere keer ben ik tussenin. Maar we zijn al... bijna 3 kwartier live dus. Oh. Ja, ik doe de nieuwe heist. Even wat scoopen. Oké. Okay. Ik moet alleen even oppassen dat ik niet gezien word. Want ik ben nou bij het havengebiedje. Oh, vlindertje. Mooie details. Waar is mijn motor gebleven? Die zou wel gedispand zijn. Oh, kutzooi. Zo, even een plons nemen. Plons nemen, uit het zicht van de bewaker blijven. Onder de bootje door, huppakee. Sorry. No lo vale. Llamaré a la policía si insiste. María José. Voy a llamar a la chota ahora mismo. Wij doen zeer geconcentreerd onze dingen. Hoe gaat het bij jou, Dion?
goed hoor. Ik heb alleen nog niks gevonden. Nee, ik heb ook nog niks gevonden, maar dat komt zo wel. Het moet alleen niet gezien worden, dat is het belangrijkste. Wat moet je allemaal nog vinden dan? We moeten een kniptang vinden. En twee bewakers outfit. En kratjes met bewakers outfit. Oh shit. Cool. Ga nou eens een verdomme de andere kant op, loper! Een kniptang, is dat zo'n hijskraan? Nee, het is gewoon eigenlijk zo'n schaartje. Zo'n snoeischaar. Cool. Achtig iets. Mijn motor staat er nog gelukkig. En dat kan bij gebouwen liggen, maar het kan ook bij uitkijktorens liggen of andere shit. Want we hebben alle equipments hebben we. Al. Heb je iets gevonden? Ik heb nog niks gevonden. Ik zit even te kijken of bij die uitkijktoren. Want dat ben ik nou wel heel erg kritisch dichtbij. Ah, daar zie ik zo niks liggen. Oh, hier staat mijn andere motor nog. Nice. Ik ga nou naar het andere gebiedje. Cool. Moet hij nu niet om en moet ik niet gaan treuzelen? Oeps. Wat gebeurde er, Dion? Ik ben per ongeluk zelfmoord. Oh, er komt een auto deze op. Oh. Yo, ik heb hier wat slaven gevonden. Hoi slaafjes. Ik zeg dat ik hier ben, hè. Puta madre. Shhh.
Klep dicht. Ik ben op een geheime missie. Maar die duurt wel heel lang te scoopen hoor. Ja, maar je moet het ook goed. Je moet echt even kijken waar alles is hoor. Ik heb hier wel iets met cocaïne gevonden. Hé, dat ziet er verdacht uit. Ah, niet interessant voor Paffel. Oké. Paffeltje, als je dat niet interessant vindt. Jo, doei. Fijne dag. Ik woon hier ook op het eiland. En Dion, we wonen hier op het eiland, toch? Ja, klopt. Mocht je gebouwtjes inlopen en je ziet iets van cash of wat dan ook liggen, drugs, maak daar een foto van, want voor het weet is dat interessant voor als secondary target. Ik ben namelijk dit haven. Dit gebiedje. Oh kak. Even zorgen dat ik uit het zicht blijf. Het is voor zo'n kleine eiland wordt het aardig goed bewaakt. Echt hè? Is het jouw huis of zo, Dion? Wat? Heb je last van fans? Ja, klopt. Ja, ik ben zo bekend, jongen. Ik moet al die beveiliging inschakelen. Hola. Hola. Hola, arrivederci. Hé, hey man. Mark. Ja? Heb jij nog... Zeg maar niet dat gevonden, want ik ga wel voor gewoon ouwe hoeren op het eiland. Ja, maar je moet niet te veel opvallen op het eiland, dat is het hem juist. Dat is irritant, ik kan helemaal niks. Ik zou vast wel ergens weer een motor vinden, maar die gast moet eventjes draaien, want hij... Ja, dan kan ik eventjes... Sneaky langs dit gebied lopen. Oké, even achter de camera langs. Oké. Ik ga naar het volgende gebiedje. Cool. Want je kunt alle blokjes... Eigenlijk, als je op de map kijkt, alle blokjes afgaan. Dus je ziet waar ik ben, dan ga jij richting de vuurtoren, bijvoorbeeld. Want ik heb dit hele gebied hier al een beetje gehad, bijna. En probeer gewoon zoveel mogelijk op de off-road gebieden te komen. Want daar ben je safe. Maar je moet wel oppassen voor de bewakerstoren. Ja.
Kijk nou eens, verdomme, die andere kant op. Oh shit, ik ga maar op deze kant op, want die... loop ik gewoon in de route van die bewakers rondje. Er ligt niks. Oh, kak. Wegwezen. Ik zie heel wat interessants. Een soort van haken. Dat nog niet op de kaart staat. Waar ben jij? Ik ga even kijken. Het werd even een beetje te heet onder mijn voetjes. Gewoon foto's maken en die komt er vanzelf wel achter. Of... ja. Oh, oh, wegwezen. Die ene bewaker kwam een beetje angstvallig dichtbij mij. En wat zie je als je een goede foto hebt gemaakt dan? Dan zie je bijvoorbeeld een toets dat je naar Pavel kan zenden. Naar mijn onderzeeër. Cool. Nee, helemaal niks. Ze praten een beetje Spaans. Ik ben bij de Noord. Bij de haven. Noord. Wij zijn lekker aan het scoopen en we proberen niet op te vallen. En Dion? Zeker. Zeg, kom op jongens. Wees nou zo lief om de spulletjes voor mij neer te leggen. En laat het gewoon op dezelfde plek liggen. Hè Dion? Zeker. Dan wordt het van ons alleen maar makkelijker op hoor. Zeker weten. Want je ziet twee streepjes op de map hè? Ja, klopt. Dat is dan bottenkutter. Ja, een kutter die loopt te bottelen. Cool. Oh shit, komt een auto deze kant op. Moet ik maar even wachten tot die voorbij is.
Oh oh. Tengo que conseguir papeles. Aha, I wonder if we would find this. This picture at all. Ja, cutting powder. Ja, ik ben gesnapt. Ja, ik nog niet. Oh shit. Zo. Ik zag even iets waar we heel erg mee moeten oppassen. Wat dan? Helikopter. Kut. Kapitein, my scanners are picking up an aircraft taking off from Mr. Rubio's compound. Ja, helikopter. Dat betekent dat we in ieder geval ergens onder moeten duiken. Ja. Oh. Ik ben gecatcht door de helikopter. Hij is eliminated. Ja, wij worden van het eiland afgegooid. Ja, klopt. Maar één voordeel, misschien hebben we nou wel al één ding voltooid. Ja. En ze lopen hier gewoon in een bikini rond, hè? Hè? Huh? Ze lopen hier gewoon in een bikini rond. In de sneeuw nog wel. Goed ben ik. Je bent op het strand. Goed. Ik ook. Nou, Pavel, stuur mij even een send to the... Ik ga die nog een keer doen, hoor. Nee, maar ik ga eventjes pieken wat... Of we alles hebben gedaan, maar anders kunnen we sowieso een prep doen. Dus we hebben het grootste deel al gedaan. Ja, Pavel sent mij een prep work. Beste musje. Oké, moet jij even inviten tot mijn onderzeeër? Doe maar. Oh, wacht even. Wauw. Nee, we hebben nog niet al die dingen die we nodig hebben. Cool. Maar we gaan niet nog een keer doen. Nee, maar we gaan nou even een prep doen. Cool. Kom, we gaan naar de helikopter. Hey, ik krijg 2k. Dion, waar ben je? Weet ik wel, pak je boot. De boot? Ja, staat hier een boot. De onderzeeër bedoel je? Nee, pak de boot. Oh. Boot of Fort San Cudo. Ja. De legerbasis. Ja. Daarom zeg ik, vaar naar dat strandje waar ik naartoe vlieg. Oké, okay. Oh ja, is goed. Dan kun je met mij meevliegen. Ja, ik kom eraan, ben er bijna. Oké,
Hou nou. Moest dat nou? Dat is zin in. Moest je mijn zus aanvaren? Ja, ik zin in. Hij wou jou slaan, zag je dat? Ja, klopt. Hoppakee. We vliegen door de regen. Oh nee, we vliegen door de sneeuw. Naar Fort Zeelandia. Fort San Kudo. Nou, we gaan naar Fort Zeelandia. Dat is een mooi vakantieoord. Waarom heet het San Kudo? Hoppakee. Vliegen de... Moet een beetje lol hebben. We vliegen over mijn facility. Hallo facility. Moet ik anders mijn basic community service oproepen? Heavy armor, je weet het dat met zijn machine gun dat ze naar het lege baas moet gaan? Nee, dat hoeft niet. Oké. Je hebt zelf toch ook een minigun? Ja, klopt, maar dan ben je extra beschermd, hè? Ja, maar dat heb, als je armor aan hebt ook. Ja, maar ik ga maar zo. Alleen op die eiland, die bewakers, die zijn iets te overpowered een beetje, die NPC's. Dat vind ik ook. Irriteert me ook aan, ja. Nou, in de zin van overpowered als ze gaan schieten. We gaan aliens zoeken. Jij gaat met mij. Jij geeft mij een rugdekking. Want we moeten het vliegtuig jatten. Namelijk, die in die hangar ligt. Jij gaat dadelijk met deze helikopter weer wegvliegen. Oké. Zullen we op het dak neer als het kan? Nee, we gaan gewoon hier buiten neerzetten. Want deze helikopter kan ook schieten namelijk. Zo. Geef nu vliegen, goed? Nee, je moet mee naar binnen. Binnen is... Mee naar binnen? Binnen is wat lastiger nu. Want we moeten even kijken. Are you inside? You will never get the plane out without opening the doors. Search for a control terminal. Tering. Ja, tering. We moeten controls uitschakelen. Ik ga even naar boven. Wacht hier. Even kijken, suppressor, ja. Schieten. Defend me. Kennelijk mag je niet iemand door het hoofd schieten met een stiltewapen. Dion. Wacht even. Inventory, body armor. Pak gewoon. Niet met de rocket launcher. Okay. Doe het gewoon met de laser gun. Die had ook Ik ga hier naar boven. Gebruik op tijd je armor aan te vullen, hè? Ja, weet ik. Oh. All you bastards.
Armor. Zet iemand onder mij, Dion? Ja, weet ik, maar ik moet even zoeken, want ik ben ook bij een dood. Hey, ik weet dat het hier niet is, dus ik ga naar de richting de overkant. Wie schoot er op mij? Winnie? Ik niet. Oh, kak. Ik zie hem al. Hij schiet van boven. Boven staat hij. Oké. Ik heb hem. Mooi. Waarom hebben we ze allemaal? Ja, volgens mij ook. Check jij beneden voor de laptop, ik boven. Oh, ben je boven? Ik loop nu net naar boven. Oh. Laat maar, ik ga wel naar beneden. Nou. Boven is ook niks. Cool. Ja, ik heb de laptop gevonden. Ja. Top. Dan moeten we hier vliegen dan. Ja, pak de helikopter. Ja, is goed. Wacht even. Ik moet even over die vliegtuig heen. Over de vliegtuig nog wel. Zeg maar als jij in de lucht bent. Want jij moet mijn verdedigen. Is goed. Ik ga nu naar buiten. Mooi vliegtuig, hè? Daar zie je de deur ook weer, de uitgang. Is daar in de hoek? Ja, ik ben hem nu aan het zoeken, maar ik zie hem niet. Achter die kratjes. Achter die kratjes. Ik zie hem niet, hoor. Als het goed is, zit daar in die hoek links van je. De uitgang. Nee, niet meer. Nou. Dus ik ga nu wel via de voordeur moet naar buiten. Conservatieve zooi. Wacht even. Ik zie nu de uitgang. Wacht even. Nu komt hij pas. What the fuck? Ja, nu heb ik hem. Uh-oh. Kom eraan. Ja, maar het vliegtuig is kadoek. Beetje. Oh, hè? Beetje, maar je kan nog wel vliegen. Ik kan nog wel vliegen. Goed, top. Ik moet even de politie weghalen. Oh, laatste! Hey, it's Lester. Ah, Lester wil niet helpen. Ik weet dat ik in ieder geval richting Los Santos Airport moet vliegen. Hij is aan het stotteren, hoor. Ja, nu heb ik ook 4 sterren. Lekker. Ik heb 3 sterren. Ik heb 4. Ik moet naar Miguel's hangar vliegen. Ja, ik zag het al, ja. Ik kom er ook naartoe. Nu heb ik maar 2 sterren, hoe kan dat? Oh shit. Shit. Nee. Dus je weet de vliegtuig kapot? Kijk maar. Wat gebeurt er? Ik kan niet meer gas geven. Kut.
vliegtuig is kapot. Ik kom je helpen. Die hele vliegtuig is kapot. Ja. We moeten deze even nog een keer doen. Goed. Nee, ga het niet opnieuw doen. We hebben maar één keer gefaald. We moeten alleen zorgen dat we de vliegtuig niet raken als we gaan schieten. Ja, nee. Want de vliegtuig... Mama, hoe laat is het nu? Ik moet toch nog eten? Het is bijna 1 uur. Dus ik stop er zo mee. Doen we nog één keer deze dan? Prep, ja, dat is goed. Moet Miguel wel even, moet Pavel wel even bellen. Yo, Pavel, send me to the... Ja, thanks. Hm. Die Pavel luistert ook altijd, hè? Hoppakee. The sonar deflector is on the bridge, Captain. It is tricky to operate, but don't worry. It will be fully operational before we depart. Arkanush. Service. When was the last time you went to Fort Zancudo, Captain? I was there not so long ago, although this is a complicated story. Anyway, now we go back on a little shopping trip. Private military company are organizing purchase of just the kind of aircraft we need for high altitude drop over Mr. Rubio's island. You go there, find it and... Moet je ophalen, Mark? Nee, ik kwak al even... Mijn oppressen MK2. Oh. Ik ben aan de andere kant van het eiland namelijk. Van het van Los Santos. Oh. Ik ben er al bijna dus. Je kunt alvast proberen die gasten uit te schakelen. Ja, is goed. Hoppakee. Wow, er spant ineens een boot voor mijn neus. Services, terabyte. Oh, te ver van de rood. Oké. Zou hij dit als rood zien? Even sorry, nee. Mijn MK2'tje is opgeroepen, Dion. Nu pas, dan ga ik naar binnen, goed? Ja, ik kom eraan. Ik kon hem niet eerder oproepen, want ik moest hem even dicht bij de weg zijn. Hoppakee. Ik kom er nu aan. Ik ben zit op mijn oppressor MK2. Dat hij helemaal aan de andere kant van de eiland zit, de onderzeeër. Hoppakee. Goeie. En Spijkerbroek NL, als je nog kijkt, je hebt nieuwe net verkeerd geschreven. IE moet omgedraaid.
als je nog zit te kijken. Lukt het een beetje? Ja, ik heb ze bijna allemaal dood. Zonder schade aan het vliegtuig? Tot nu toe nog wel, denk ik. Ja. Zou wel zijn dat de motor van mijn oppressor uitvalt. Is het nou bij die hangaartje? Andere schuurtje? Moet ik boven naar boven gaan? Ja, ja, jij naar boven. Wie is hier bij mij? Ik ben bij jou. Nee, die op mij aan het schieten God, waren. Er was iemand op mij aan het schieten. God, what the fuck? Wat? Ik ben bijna dood en dit. Vanaf vandaag. Oh, daar. Ja. We gaan niet op mij schieten terwijl ik nog even lekker naar boven aan het lopen ben, ja? Zo. Dikke kogel infiltration in je anus. Ik pak van bovenaf wel de mensen, Dion. Dat is goed. Pak jij die de mensen achter de gebouwtjes? Dat komt goed. Welke balhaar zit nou weer om mij te schieten? Er is aan deze kant. Deze kant pak ik dan wel. Met je dikke pensie. Hij zegt met zijn dikke met je dikke pensie, kom dan. Hoor je dat? Pensie, zegt hij. Ja. Ik heb in ieder geval de laptop gevonden. Ik hack de laptop ondertussen. Ja. Oké. Hoe heet iedereen dood? Ik ga vast naar buiten. Ja. Nou is het niet aan het roken. Goed, top. Zou ik je MK mogen pakken? Welke? Ja, een motor. Ja hoor, mag je gerust pakken. Goed, top. Die moet je hem wel unlocken, want hij staat alleen op jou. Hey. Zo. Ja, laat maar zitten. Ik heb hem al. Goed, top. Hè? Hè? Ik vloog omhoog, voor mijn gevoel. Maar ik ga het niet nog eens opnieuw doen. Ik ga het nou ook niet opnieuw doen, want ik vloog omhoog. En mij ga. Jo. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende stream. Later. Volgende keer. Doei.
Ja.